Yo mensen, welkom bij een nieuwe video van Chatmo. Vandaag gaan we het beroep matchen met de persoon. Shoutout naar Nico Omilana voor het idee en laten we kijken hoe het werkt. We hebben 4 kandidaten en elk van hem heeft een ander beroep. Er zijn 4 rondes in dit spel en elke ronde zal bestaan uit iemand zijn echte beroep. Aan het einde van elke ronde moet ik zeggen van wie ik denk dat het beroep is. En pas aan het einde van de video kom ik erachter of ik het goed had of in de val ben gelokt door de deelnemers. Dit is Match. Laten we beginnen met ronde 1. Dit zijn de 4 kandidaten. Welkom, welkom, welkom. Ik zou zeggen kandidaat nummer 1. Kom maar zitten. Mohamed Rashid. Hey, welkom. Hey. Beroep nummer 1, verhuizer. We gaan 2 minuten met elkaar praten. Wanneer ben je verhuizer geweest? Dit was een beetje in de midden. Ja, wat is het? Toen ik bezig was met studeren. Hoe oud ben je nu? Ik ben nu 26. En op welke leeftijd deed je dat verhuizen, als ik vragen mag? Dat was op mijn 20ste, 21ste zo ongeveer. Ik heb het voor een jaar gedaan. Oké. Okay. Ja. En voor welk bedrijf werkte je? BLT, Logistics. Je deed BLT? Ja. Waar staat BLT voor? Ja, geen idee, man. Ik moest gewoon verhuizen, bro. Maar hoe lang deed je die job? Een jaartje heb ik het gedaan. Je deed het een jaar en je weet niet waar BLT voor staat? Nee, man. Geen idee. Wat is het gekste wat je hebt meegemaakt tijdens het verhuizen? Zo, er zijn zoveel verhalen. Maar als ik er eentje mag bedenken, was één keer dat ik aankwam bij een vrouw. Dit is niet jouw ding. Nee, maar mag ik het vertellen? Oké, okay, ga maar. Heb je wel eens in een flat iets gedaan? Mag ik me af vertellen? Oké, okay, ga. Welke vraag moet ik beantwoorden? Zeg het maar. Ga door met je verhaal. Oké, okay, nou, ik was dus één keer bij een vrouw langs gegaan en ik moest alles verhuizen. Ik doe dat altijd met z'n drieën. Met welke collega werkte je het laatst? Ja, Hisham. Hisham? Ja, man. Oké. Okay. Ja? Waarom Hisham? Hisham is mijn collega. Dus geen Remco toevallig of zo? Nee, geen Remco. Hisham. Hisham. Met z'n drieën, noem nog een naam. Ja, je hebt zoveel boys. Je hebt Mastour, je hebt... Mastour. Mag ik vertellen of... Ik geloof je niet. Nee, dat is prima. Maar in elk geval, als ik mijn verhaal mag afmaken, ging ik naar die vrouw toe en we gingen verhuizen. En er moet altijd iemand bij de verhuiswagen blijven. Dat is altijd de regel die we hebben. Oké, okay, prima. We hadden dus alles ingepakt en we gingen naar de woning heen. Eindstand. Bro, we woonden gewoon heel iemand anders daar. We komen terug bij die osso, er is niemand meer bij die osso, bij die oude osso. Koude grip. Je mag weer terug. Kandidaat nummer 2. Je mag plaats komen nemen. Aangenaam. Aangenaam. Wat is je naam? Imran. Imran. Ja. Jij bent verhuizer geweest? Ik ben verhuizer. Nu? Ja. Hoe oud ben je? Ik ben 17. Hoe ben je 17 en ben je verhuizer? Een half jaar terug. Ben ik bij een verhuisbedrijf aangemeld. Mijn buurvrouw ook is. Ik ben door mijn buurvrouw erbij gekomen. Want mijn buurvrouw is de manager van het bedrijf. Wanneer was je laatste klus? Vorige week dinsdag. Vorige week dinsdag? Ja. En bij wie had je het gedaan, als ik vraag mag? Weet je dat nog? Wat voor gebouw was het? Het was het bedrijf zelf. Ik werkte in het bedrijf, want we doen verschillende klusjes. En ook buiten het bedrijf om, want 80% is zeg maar zakelijk, de afspraken. En 20% is zeg maar persoonlijk. Dus ja. Maar wat is jouw taak als verhuizer? Als verhuizer is zeg maar klanten op een positieve manier te laten eindigen. Dus zeg maar... Pak jij niet dozen en ga je die in een busje gooien en breng je die naar hun nieuwe huis? Nee. Ja, dat doen we. Maar... Maar wat doe jij bij jouw job? Ik? Ja. Ik doe... Jij liegt tegen mij. Nee. Je trilt, bro. Nee. Ons bedrijf is in samenwerking met de gemeente Amsterdam. Dus dan gaan we ook langs de gebouw van gemeente. Dan moeten we bijvoorbeeld de kamers inrichten. Bijvoorbeeld bureaus neerzetten, computers neerzetten. Dus verhuizen is niet zeg maar dozen optillen en wegbrengen. Verhuizen bestaat ook uit andere onderdelen. Die 2 minuten zijn voorbij, man. Ja. Maar ik geloof niks van wat je zegt, man. Je loopt veel te stotteren. Ga maar terug. Je loopt veel te stotteren. En nou, je komt serieus over, maar... Mag ik nog aan? Nee. Kandidaat nummer 3. Kom maar zitten. Wat is jouw naam? Calvin. En jij bent nu verhuizer? Ja. Wanneer is je laatste klus? Gisteren. Ah, dat is recent. Daar kan je me het beste over vertellen. Ja, zeker. Ik ben freelancer. Ik heb een eigen busje. Ja? Wat voor busje? Gewoon een tussen een vrachtwagen in en een bestelbus. Ja, maar je weet wel welk merk natuurlijk, toch? Ja, zeker. Mercedes. Welk model? Mercedes A140. A140. Ja, busklasse dan, hè. Dus niet A-klasse, maar gewoon ja, busklasse. Ik wou net zeggen, ja. Nee, niet die A-klasse, nee, natuurlijk niet. Welke kleur? Grijs, ja. Ben je vandaag toevallig ook naar hier gekomen met die bus? Nee, want dat is gewoon voor het zakelijk gebruik natuurlijk. Als ik dat ga gebruiken voor privé gebruik, dan kom ik in een probleem, weet je. Ja, zeker. Snap je? Maar gisteren, wat heb je precies gedaan? Hoe laat begon je? Je vraagt van verhuizen, toch? Dus verhuizen. Ja. Spullen verhuizen. Hoe laat begon je? 8 uur in de ochtend. Hoeveel dozen? Het zijn niet dozen, het zijn vaak grote spullen. Dus je moet denken aan bankstellen. Dozen kunnen mensen vaak zelf verhuizen. Bro, ik zeg je eerlijk, of jij praat nu heel veel en heel slim, zeg maar. Want hoe oud ben je? Ik ben 26. Ja, je hebt wel wat levenservaring, denk ik, dus je kan heel goed praten. Wat niveau doe je op school? Ik doe geen school, ik ben dus... Was een strikvraag. Ah, oké. Okay. Nee, ik ben meer iemand van de praktijk. Gewoon lekker mensen helpen en hun gewoon zo makkelijk mogelijk verhuisproces bezorgen. Hoeveel verdien je ongeveer per maand, als verhuizer zijnde? Ja, de camera.
Ja. Waarom zit je in rol? We praten op, kijken naar omzet, dat kan ik wel vertellen. Dat is ongeveer 8.000 à 9.000 euro. Maar dat verschilt ook weer van... 8.000 à 9.000 euro? Ja, man. Dit verzin jij. Huh? Jij bent geen verhuizer. Dat is omzet, hè. Dat is geen winst. Daar zit nog een verschil in. Op het moment dat belasting komt kijken, gaat er echt iets van 48 à 52% van af. Ik praat over omzet, niet over winst. Ik weet genoeg. Ja? Ja. Dat is goed, bedankt. Fijne dag, Kelvin. Hij kan heel goed praten, maar ik ben bang dat hij mij op het verkeerde spoor zet. Dat gewoon één van deze andere jongens de daadwerkelijke verhuizer is. We hebben nog één iemand, kandidaat nummer 4. Kom maar zitten. Goeiedag. Goeiedag. Wat is je naam? Seth. Seth? Ja. S-E-D. S-E-T-H. En jij bent ook verhuizer? Ja, ik ben verhuizer. Ben je de enige verhuizer? Ja, ik was verhuizer. Oh, je was verhuizer? Ja, ja. Op dit moment even. Wanneer was je verhuizer? Ik denk tot ongeveer 2,5 maand geleden. Oh, oké. Okay. Voor welk bedrijf? Gewoon voor mezelf, met 2 vrienden. Met 2 vrienden? Ja. Welke 2 vrienden? Lorenzo en zijn tweeling, Justin. Lorenzo en Justin? Ja. Waarom zijn we gestopt? Ik heb 2 knieblessures. Ja, knieblessures. Hoe komt dat? Ja, ik speelde Amerikaanse voetbal. Daar gebeurde eigenlijk door een verkeerde tackle. Dus buiten jouw verhuiswerk was je ook gewoon American voetbal aan het spelen? Ja, ja. Doe je dat wel nog steeds? Ook niet, ik heb blessures. Ja, het was meer een test. Oké. Hoeveel verdiende jij per maand? Ik deed niet heel vaak, dus ik verdiende ongeveer gewoon wat op mijn bankrekening kwam. Tussen de 1600 en 2000. Redelijk wat geld. Deed je daarnaast nog ander werk? Ja, soms. Je deed geen ander werk? Ja, een beetje. Niet heel vaak, zeg maar. Je komt niet heel correct op me. Het is zeg maar, verhuis deed ik soms. En daarnaast ging ik nog bij de Albert Heijn werken. Weet je wel, als ZZP, of bij de Jumbo, of als bezorger, je toch gewoon een beetje ernaast. Jij bent niet de verhuizer. Dat weet ik 100%. Ja, denk je? Of jij doet nu alsof... Of? Tijd is voorbij. Ga maar plaatsnemen. Als ik nu zo kijk, denk ik kandidaat nummer 3 komt het meest serieus over en het meest logisch. Maar het kan ook zijn dat hij gewoon heel goed kan praten. Kijk, ik moet nu aan het einde van deze ronde moet ik al een antwoord gaan vastzetten. Wie de verhuizer is? Shit, zagen jullie die blik van hem? Jullie kijkers zullen me misschien niet geloven, maar ik ga voor nummer 1 als de verhuizer. Gewoon omdat mijn gevoel dat zegt. Het klopt misschien helemaal niet, maar nummer 1. Laten we doorgaan naar ronde 2. We zijn aangekomen bij ronde 2. Nummer 1, kom maar zitten voor de volgende beroep. Kapper. Mohammed. Daar zitten we weer. Zijn we weer. Maar ik ben verhuizen, dus ik ben de kapper niet. Ja, precies. Blijkbaar. Nee, ik ben wel de kapper. Je bent wel de kapper. Ja. Wanneer heb je geknipt? Bro, lang geleden al, man. Ik doe het eigenlijk nog steeds soms als hobby. Ik heb John geleerd. Kleine John heb ik ook geleerd. Kleine John. Ja. Ja. Hij is geïnspireerd geraakt door... Nee. Maar ik begrijp wel dat je zeg maar, op het moment gewoon echt... Je bent echt aan het liegen in mijn gezicht, weet je waarom? Waarom? Ik weet hoe John is begonnen met knippen, dus hier ben je de fout in gegaan. Nou, vertel. Het is niet waar. Wat? Ik heb die man vroeger al lang geknipt. Dus je wilt zeggen dat John als vriend tegen mij liegt? Het ding is... Of schaamt hij zich misschien? Nee. Ja, zou kunnen, maar ik denk het niet. Want John is best wel een eerlijke jongen. Ik wil dat ook niet ontkennen op camera. Alleen wat ik je wel wil meegeven is... dat inspiratie komt altijd van ergens, toch? Ja. Waarom heb jij mij nooit geknipt? Jij weet niet heel veel van mij, zeg maar, per se. Knip jij jezelf toevallig? Ja, dat doe ik wel toevallig, ja. Ja? Ja. Tegenwoordig? Nee, voorheen deed ik het niet. Nu is het makkelijk. Ja, ja. Gewoon lekker. Geen overloop? Nee, niet nodig. Wanneer is de laatste keer dat je hebt geknipt? Ik doe het soms nog wel eens. Ik knip mijn broertje sowieso. Ik weet genoeg. Nee, ja? Ja, ik weet genoeg. Ik weet genoeg. Okay. Gaan we terug. Ja. Jij bent geen kapper, jij bent verhuizen. Kandidaat nummer 2, kom maar zitten. Was jij net geen verhuizer? Nee. Nee, toch niet? Nee. Dus je had gelogen? Ja, eigenlijk wel. Oké, dus je bent kapper? Ja, op dit moment wel. Knip je nu? Ja, ik knip nu nog steeds. Heb je een eigen zaak? Nee. Bij welke kapperszaak knip je? Bij kapper Watani. Watani? Watani heet het. Watani? Ja. Waar is dat? Dat is in Amsterdam-West. Hoeveel kappersstoelen zijn daar? 6. Heb je dus 5 andere kappers die daar werken? Hoeveel dagen per week werk je normaal? 3. Welke 3 dagen? Maandag, woensdag en vrijdag. Dinsdag en donderdag heb ik de drukste dagen. Want dan maandag, woensdag, vrijdag ben ik echt heel vroeg uit. Maar wat doe je dinsdag en donderdag dan? Dinsdag, donderdag, ja, dan heb ik voetbaltraining en dan heb ik school. Echt tot 5 of zo. Heb je wel eens een vrouw geknipt? Nee. Waarom niet? Omdat ik dat nog nooit heb gedaan. Dus je bent niet zo'n goede kapper? Jawel. Maar? Ik kan geen vrouw knippen, ik heb dat nog nooit gedaan. Hoeveel vraag je per knipbeurt? Ja, wel 20 euro, man. Elke knipbeurt? Ja, man. Ik heb je hier te pakken, bro. Jij bent geen kapper. Dus stel iemand komt met alleen een taperfeet, vraag je 20 euro. Ja, man. En stel hij komt met taperfeet en baard, ik heb jou te pakken. 30. Ga terug. Jij hebt nu ineens 30, dat is eigenlijk duur. Ga zitten, ik heb jou door. Jij bent geen kapper. Yes. Nummer 3, je mag ook plaats komen nemen. De vorige ronde heb je best wel sterk gepraat. Gaat dat nu nog steeds lukken? Dankjewel, dat zullen we zien. Je bent kapper. Ja, man. Zeker weten. Waar woon je? Gewoon in Almere. Knip je daar toevallig ook of ergens anders? Almere.
Hoe heet de kapperszaak? Ik knip niet in een kapperszaak, ik knip in mijn schuur. Oh, in je schuur? Tuurlijk. Nice, nice. Ik kan ook kappers die in een schuur knippen. Ja? Dan heb ik wel een best wel brutale vraag. Heb je toevallig dan ook een bepaalde reden dat je in een schuur knipt? Ik zal het even uitleggen. Nu begon corona, 2019 of 2020. Ja. Toen begon ik eigenlijk met mijn broertje te knippen, want die man werd gewoon te vroes. Deze guy. En zo beginnen die schuurkappers. Ja, bro. En weet je wat het was? Die man was gewoon te vroes. En ik dacht van, nee man, ik ga gewoon leren knippen. Ik wil wat doen, weet je. Dus ik dacht van, ik ga lekker met mijn handen aan de slag. Gewoon even te knippen. En het lukte best wel goed. En op een gegeven moment kwam mijn neefjes. Op een gegeven moment dacht ik van, oké, ging ik met mijn ouders praten. Want mijn ouders hebben wel een lekker groot huis en een grote tuin, weet je. Ik zei van, weet je, ik ga deels meebetalen aan jullie hypotheek. Dus... Ah, je praat te veel. Ik wil je een vraag stellen. Ja? Hoor deze. Heb je een pinautomaat bij je schuur? Belasting kijkt mee, bro. Dat, ja, nee, ja, vandaar dat ik deze vraag stel. Nee, man, dat is contant allemaal. Oké, dus je zeg maar, duikt weg van de belasting. Contant of tikkie. Maar dat is ook niet goed, hè? Huh? Dat is ook niet goed. Hoeveel vraag je voor je knipbeurten? €20 nu. Alles? Nee, dat verschilt natuurlijk. Maar over het algemeen €20. Op het moment dat ik ook de baard doe, dan €25. Maar dat is mijn max. Ja, precies. Ik weet genoeg. Je kan heel goed praten. Ik zeg je eerlijk, ik vind je een sterke babbelaar. Je mag terug. Dankjewel. Deze man is te erg, man. Ah, en deze kijkt gewoon naar voren. Kom maar zitten, kandidaat nummer 4. Het eerste waar ik ga mee beginnen. Knip jij jezelf? Soms. Heb je de laatste keer jezelf geknipt? Nee. Waarom knip jij jezelf soms en niet altijd? Elke kapper die weet het wel. Het is best vermoeiend voor je schouders. Als je de hele tijd boven moet zijn, achterkant knippen vind ik nog lastig. Hoe doe je de achterkant knippen? Ja, ik heb zo'n spiegel, 2 spiegels, maar ik vind het lastig. Dus daarom doe ik het soms. En waar doe je dat dan als ik vraag mag? Jezelf knippen? In mijn kamer. In je kamer? Ja, andere mensen ook in mijn kamer. In je eigen kamer? Ja. Maar wat heb je in je kamer staan als ik vraag mag? Kan je even een snelle beschrijving geven van je kamer? Woonkamerstoel, spiegel, grote spiegel. Ja. Die zet ik op een stoel, dus dat is wat hoger. Maar waarom doe je het in je kamer, waar je ook slaapt en zo, en niet in de badkamer? Ik heb niet zo'n groot huis. Iedereen heeft een badkamer, bro. Ja, maar het is best klein. Ik woon in een klein appartement. Oh, je knipt daarmee ook in je eigen kamer, gewoon andere mensen? Ja, ja, ja. Ik kan nu afspraak maken om bij jou thuis te komen knippen. Ja, maar ik bepaal zelf wie er komen en wie niet. Ik knip maar gewoon in je slaapkamer? Ja. Wat? Wie knipt mensen in zijn slaapkamer? Ik. Je slaapt daar ook? Ja. Bro, jij bent het niet. Ah, wacht even! Huh? Je wordt wel heel blij als ik zeg jij bent het niet. Of jij probeert mij nu op een hele andere spoor te zetten. Mag ik je overloop zien? Ik heb het niet zelf gedaan, zoals ik al zei. Nee, dat weet ik. Nee. Wil je zeggen dat je kapper het slecht heeft gedaan? Nee. Oké, ga je zitten. De kapper van jullie. Die ik ga aanwijzen. Nummer 4 niet. Want die man knipt in zijn slaapkamer. Nummer 2. Jij bent de kapper. 17 jaar. Lekker jong. Op zoek naar een droom. Op zoek naar een doel. Ondanks je niet sterk kon met praten, ben jij de kapper. Laten we doorgaan naar ronde 3. We zijn aangekomen bij ronde 3. En ronde 3 is een hele interessante beroep waar ik heel veel over te zeggen heb. Ik ga nummer 3 als eerste naar voren roepen. Ik ga snel met jou praten. De kijkers thuis weten het namelijk nog niet. Maar jij bent vandaag hier gekomen met een camera. Ja, klopt inderdaad. En jij hebt ook best wel wat foto's van mij gemaakt. Ja. Ik vertrouw heel deze situatie niet. Want hoe lang ben je al fotograaf? Want je hebt echt daadwerkelijk net van mijn foto's gemaakt. Ja. Maar ik voel dat hier een valkuil is, zeg maar. Ja, dat is ongeveer, laten we zeggen, 6 à 7 maanden geleden ben ik begonnen met foto's maken. En dat heb ik vrij korte tijd eigenlijk snel doorontwikkeld, waardoor ik nu echt professioneel foto's maak. Maar wat voor camera heb je precies? Ik heb een Canon G7 PowerShot. Kan je daar ook video's mee maken? Ja, zeker. Maar ik gebruik het voor foto's, want ik ben fotograaf. Kan je me even een beetje uitleggen wat een megapixel inhoudt? Nee, ik heb geen idee. Ik maak gewoon super mooie foto's. En ik zeg je eerlijk, ik ben ook pas begonnen. Ik zal nog wel weten die functies. Maar 7 maanden, dan hoor je wel de basis van een camera te weten. Ik weet zeker hoe ik hem gebruik. Wat is ISO? ISO van een ISO. Camera? Nou, dan, stel je voor, ik ga nu een foto van jou maken. Kijk naar de ISO, zeg maar, om kleurgebruik, zeg maar, van de camera goed in te stellen. Kleurgebruik? Gewoon, zeg maar, het licht vooral. Ah, oké. Okay. Ja, snap je? Ja, kunnen. Heb je hiervoor andere camera's gehad? Ja, echt zo'n oude analoog camera eigenlijk. Mm. En ik wil binnenkort een nieuwe halen. Ja. Sony A7 III body camera. Hey, die, bro, als ik die heb, hou ik het. Dat is toevallig de camera die ik heb. Huh? Dat is de camera serieus? Die ik heb. Ik heb toevallig wel de Sony A7 S3. Okay. Ken je toevallig de verschillen van die twee? Nee man, ik ga gewoon voor die Sony A7 body. En waarom? Voor die? En waarom niet voor de A7S? Omdat ik heb een vriend zit in het cameralandschap en die had me niet gehad. Deze guy! Ik kan er niet tegen! Jij bent geen fotograaf. Hoe jij net foto's van mij hebt gemaakt, je bent geen fotograaf. Oh, dat is wel echt een belediging man. Shit, deze guy. Hey. Deze guy. Shit, ik dacht we kunnen een samenwerking aangaan, maar oké. Tijd is voorbij. Dankjewel man. Ik word echt in een setup gegooid. Deze guy is vandaag gewoon hier aangekomen. In eerste instantie zei hij tegen mij, ja, ik ben fotograaf. Komt hij met een mini-cameraatje, loopt hij allemaal foto's om me te maken. Ik vertrouw de situatie niet. Nummer 4, kom maar zitten. Jij bent dus de fotograaf. Ik ben de fotograaf. De echte fotograaf. De echte. Wat voor foto's maak je? Vooral van mensen en van natuur. Ik wijs soms ook naar andere plekken. Wat voor plekken? Noorwegen.
Noorwegen. Yo, ik ga volgende week naar Duitsland. Ik kwam 2 weken geleden terug van Noorwegen. Waar in Noorwegen? Oslo. Oslo. Ik was in Oslo. En meerdere plekken in Noorwegen bezocht? Ja. Ik was in Oslo, ik landde daar. Ja. En het was zeg maar een kamp. Ik ben christelijk, het is een christelijk kamp. En we gingen dus met mensen naar daar. En ik was uitgenodigd door mijn nicht, want die woont daar. Dus ik mocht daar gelijk foto's maken en zo. Ik mocht daar meedoen. Ik maakte foto's van de natuur. Oslo. Waar ga je heen in Duitsland? Frankfurt. Ik ga volgende week, donderdagavond. Frankfurt. En wat is er in Frankfurt te fotograferen? Alles. Ik hou gewoon van naar andere landen gaan. Voor wie heb je gewerkt in Nederland? Ik heb nog niet voor iemand gewerkt. Ik doe het nu voor mezelf. Gewoon voor de, niet per se voor de lol, want ik... Ja, soms mensen willen het wel kopen, maar ik ben nog niet echt daar. Snap je? Ik doe het nog best wel recent. Maar ja, wat is voor camera heb je? Het is een Canon, maar ik heb hem gekregen. Oh, je hebt toevallig ook een Canon? Ja. Welke Canon? Dat weet ik dus niet. Oh, dat weet je dus niet. Ik heb het van mijn ouders gekregen. Maar hoe komt het dat zij een camera voor je kopen? Dat gebeurt niet zomaar. Ik praatte er best wel lang over. Ik maakte mijn ouders een beetje gek daarmee. Ja. Dus wanneer ze eenmaal zagen dat ik het met mijn telefoon ging doen en ze, ik liet ze al een beetje zien. Toen zagen ze dat ik het echt leuk vond. En hoe weten je ouders welke camera ze moesten kopen? Via via. Via, ik heb een oom. Ik heb een oom in Amerika, die is ook mee bezig. Jij bent geen fotograaf. Oké. Gaan we zitten. Ah. Hij is super veel aan het praten, waardoor ik gewoon weet van hij is het niet. Nummer 2, kom maar zitten. Jij bent dus de fotograaf. Ja. Wanneer is de laatste keer dat je een shoot hebt gehad? Vorige week maandag. Waar? Bij me thuis. Bij je thuis? Ja, bij me thuis. Waarom bij jou thuis? Omdat mijn kamer is ingericht, rondom mijn moeder. En dat vond ik heel mooi. Hoe is je kamer ingericht? Zwart, grijs, marmer ook. Met zo'n marmer plaat. En wat voor fotoshoot? Wat voor foto's heb je precies gemaakt? Van mijn zus, van mijn zus model. Hoe ik daarmee begon? Vorig jaar, precies, ik denk 1 jaar en 1 maand geleden, kreeg ik een cameraatje van mijn vader. Het was iets van een Sony of zo. Ik weet niet precies. Maar welke camera heb je nu? Ik heb nog steeds een Sony. Diezelfde Sony? Nee, een andere versie. Ja, ik koop het niet zelf. Ik krijg het gewoon van mijn vader. Ik ben gewoon een verwend kind. Zo. Je bent een verwend kind? Ja, ik ben een verwend kind. Heb je een nieuwe droomcamera op het oog? Nee, niet echt. Mijn camera, ik ben er tevreden mee. Ik ben er gelukkig mee, dus ja. Jij bent niet de fotograaf, denk ik. Het is dus kandidaat nummer 3 en 4, denk ik. Want jij bent de kapper. Dat weten we al. Ga maar zitten. Ik weet het niet. Maar voordat we verder gaan met deze aflevering, wil ik even dat je abonneert. Want we gaan richting de 200.000 abonnees. Dus abonneer even als je meer van dit wilt zien. Kandidaat nummer 1 wil ik eigenlijk niet eens meer roepen. Omdat ik hem al heb verdacht als verhuizer. Maar ik ben toch wel benieuwd naar zijn verhaal. Effie, we weten allebei dat jij niet de fotograaf bent. Ja, dan weet jij iets anders dan ik. Want ik ben duidelijk de fotograaf. Maar in die 3 jaar dat ik jou ken. Ja. Wanneer heb jij foto's gemaakt? Ik ben niet iemand die schreeuwt van de daken wat hij doet dagelijks. Maar ik heb geregeld opdrachten. Voor wie? Vooral kledingmerken, waar ik voor schiet. Zoals? Ik heb het laatste voor een opkomend kledingmerk Ruach, dat ik had gedaan. Gaat het dan om kleren of modellen die jij dan fotografeert? Modellen. Met welke camera? Ik heb een Sony A7 IV daarvoor gebruikt. Oh, een Sony A7 IV? Ja. Waarom de A7 IV en niet de A7 III? Gewoon uit interesse hoor. Ik moet heel eerlijk bekennen dat ik de basics ken. Ik heb een vriend van mij die die foto's schiet. Ja, ik vond het gewoon prettig schieten. Het schiet ook goed ook in het donker. Dus als je in het donker foto's wil maken, kan je er ook heel nice foto's mee maken. Dus bro, ik hoef jou niet te horen. Ja? Ja, ik hoef jou niet te horen. Maar ik ben het echt, hè? Nee, jij bent geen fotograaf. Maar ik vertel het je nu gewoon, ik ben het echt. Ja, zeg het nog in de camera als je wilt. Ja. Doei, Chamo. Doei. Wil ik een foto van je maken? Ik ga mijn antwoord voor deze ronde vastzetten. Ik denk dat de fotograaf nummer 3 is, Kelvin. En dan hebben we nog 1 beroep over. En dat zien we in de volgende ronde. We zijn aangekomen bij de volgende ronde, ook de laatste ronde. En het beroep van deze ronde is online marketeer. Wie is online actief en doet aan marketing? Jou heb ik nog over. Kandidaat nummer 4, kom maar zitten. Je moet beseffen, hè? Jou heb ik nog geen job gegeven. Verhuizer, kapper, fotograaf. Ja. Jij bent de online marketeer. Maar sinds wanneer? Ik ben dus ongeveer een halfjaartje geleden begonnen. Een vriend van mij zijn bijvoorbeeld, die maken websites. Dus ze hielpen me een beetje erbij om advertenties te maken en zo. Advertenties? Ja, ik doe advertenties. Voor welke bedrijven? Nu alleen nog die vriend van me. Kan je me uitleggen wat SEO is? Huh? SEO. Ja, SEO. Ja. Maar dat weet je al toch? Ik weet het, maar ik wil het testen bij jou. Huh? Of jij bent kapper. Huh? Shit, ik kan mijn keuze niet meer omdraaien. Ja, dankjewel, dankjewel. Ik weet het genoeg. Ja. Nummer 3, kom maar zitten. Jij bent dus de online marketeer. Jij bent de fotograaf, bro. Dat weten we allebei. Waarom ben jij de online marketeer? Omdat ik online marketing doe. Voor wie? Voor een bedrijf. Genaamd? Next Fields. Next Fields? Ja. Waar richt Next Fields zich op? Op business-to-business marketing, waarbij we eigenlijk het complete plaatje van online marketing doen.
Dus hierbij kan je denken aan SEA, maar ook SEO, Search Engine Optimization. Nee, ik ga verliezen! Dus we werken inderdaad ook aan organische groei. Waar is het hoofdkantoor? Het hoofdkantoor zit in Amsterdam. Wij zitten in Amsterdam en zijn aangesloten bij een grote labelbedrijf wat in Utrecht zit. Ik heb verloren, man. Ik zeg je eerlijk. Hoe lang doe je dit al? Ik doe nu denk ik iets van 3 jaar. Het is maar dat ik jou op fotograaf heb gezet, maar anders zou ik je op deze job zetten, man. Je mag weer terug. Dankjewel. Shit. Ik ben echt in een setup gegooid. Deze man kwam vandaag met een foto om foto's van mij te maken. Eindstand is hij geen fotograaf waarschijnlijk. Nummer 2, kom maar zitten. We weten allebei, jij bent 17. Jij bent gewoon de kapper. Je hoeft niet nu te liegen over dat je online marketeer bent. Ik ben een online marketeer. Maar je bent 17. Ja, dat kan. Maar wat doe jij eigenlijk dan? Ik werk voor mezelf, want ik heb een TikTok-account van bijna 8000 volgers. En daar verkoop ik snoep op. En dan maak ik reclame. Oh mijn god. Ja. Oké, wacht. Hoe heet jouw TikTok-account? Candy Shop. Nee, je gaat me niet zeggen Candy dat jij dit Shop bent. Met niet de Griekse I, maar de IE. Hoe kan deze guy zo goed praten? Ben jij het? Of is hij het? Ik ben het. Oké, wat voor dingen doe je op je TikTok-account? Wat met online marketing te maken heeft? Ik maak echt reclame van mijn zelfgemaakte zakjes die ik heb gemaakt. Mijn snoep die worden in speciale zakjes gemaakt. Ik koop snoep in van het buitenland en ook van Amerika. Heb je een website? Ja. Heb je die zelf gebouwd? Nee, samen met een vriend. Dus je hebt er wel aan gezeten? Ja. Het bedrijf is van jou en een vriend? Ja. Of meerdere mensen? Nee, is van mij en een vriend. Hoe heet die vriend? Ashraf. Ashraf? Ja, Ashraf. Ja, ik wil zijn naam niet zeggen, want we zijn nu in camera, vind ik een beetje erg. Maar ja, nee, Ashraf, sorry. Geen stress. Jij en Ashraf hebben een bedrijf, oké. Okay. Ja. Nummer 1, jij mag komen zitten. Als jij nu met een gek verhaal gaat komen over dat jij online marketing hebt gedaan, dan weet ik het ook niet meer, ik zeg je eerlijk. Ik heb sowieso gestudeerd, commerciële economie. Niet afgerond, zoals je weet. Ja. Maar ik vond het toch wel heel interessant. Dus ik ben daarmee begonnen. Ik had een. Het begon eigenlijk allemaal. Wil je weten waar het vandaan komt? Het begon eigenlijk allemaal bij. Ik had een YouTube-kanaal. Ja, kan je het wel kort houden zodat ik nog vragen kan stellen binnen de tijd? Ja, maar ja. Ik ga mijn best doen, ja. Het heet Wat Weet Jij? Wat Weet Jij? Dat is van Defane Holwijn, toch? Klopt. Alleen je had ook een YouTube-kanaal. Dus echt een YouTube-kanaal, dit Wat Weet Jij? Waarin er gewoon heel veel. Het is het lifehacks. Naar voren kwamen. Op een gegeven moment ging ik naar TikTok bewegen. Over welke periode praten we als ik vragen mag dat je naar TikTok bewoog? Dit was rond de tijd dat ik echt begon met content maken, ook voor mezelf. Dat was rond, wat zal het zijn, 2020? Ik had gewoon heel weinig te doen ook in de... Bestond TikTok toen al echt? Zeker, 2020 begon het. Het bestond, maar in Nederland was dat nog niet zo'n ding. Nee, klopt. Hoe was jij zo vroeg op TikTok? Ik ben sowieso up-to-date altijd, dat weet je. Oké, en wat doe jij zeg maar als online marketeer? Vooral bezig met SEO. Ja, is goed. SEO? Ja, is goed. Nee, absoluut. Je zegt gewoon hetzelfde als hij. Nee, ik... Bro, ik doe het. Dat is het verschil. Hij kan gewoon heel goed praten. Ik ben gewoon een beetje awkward voor camera. Maar... Net als je niet zo awkward. Ik weet genoeg. Jij weet het echt zeker? Ik weet het echt zeker. Jij bent geen online marketeer. Jij hebt ooit gewoon een Junta gedaan. Jij was verhuizer. Ah, dit is de derde keer. Ik heb voor deze ronde heb ik nog weinig over. Ik heb iedereen eigenlijk al een job gegeven. Alleen jij nog niet. Nummer 4. Jij bent voor mij in dit geval dan de online marketeer. Laten we gaan naar het laatste moment waar ik erachter kom wie wat daadwerkelijk is. We zijn aangekomen bij het belangrijkste moment. Ik ben benieuwd of ik er op zijn minst 1 goed heb. Ik ga mijn ogen dicht doen en dan komt de verhuizer voor mij zitten. Bro, je bent 17! Ben je echt een verhuizer? Je maakt geen grapjes met mij. Nee. Je bent echt een verhuizer? Ja, zeker. Ik dacht dat jij het was. Je bent 17, dan ben je kapper toch, bro? Nee. Je bent echt verhuizen? Ja, ik ben verhuizen. Ik ben gewoon in shock. Ik vertrouw de situatie zeg maar niet. Bro. Ik had dit persoonlijk niet verwacht. De kapper mag nu komen zitten. Ga me niet zeggen dat nummer 1 Effie nu komt zitten, toch? Ah! Oké, jij bent de kapper. Ja, man. Maar bro, wie knipt in zijn slaapkamer? Ik ben serieus, man. Knip je echt in je slaapkamer? Ja. Jouw bed is daarnaast. Ik moet ergens beginnen, toch? Nee, ga ik alles fout hebben. Dankjewel, je mag weer plaatsnemen. Yes. Op het moment hebben we nog 2 dingen. De fotograaf en de online marketeer. Als nummer 3 niet voor mij komt zitten, vertrouw ik heel deze situatie niet meer. De fotograaf mag komen zitten. Als Kelvin nummer 3 niet nu voor mij komt zitten... Nee! Nee, je maakt grapjes. Ik heb je spikkers gewoon. Veel. Ja. Shit! Echt, ik heb gewoon alles fout. Dat weet je niet. Nou, de laatste persoon, er blijft maar 1 iemand over. Kom maar zitten, ik hoef niet eens mijn ogen dicht te doen. Ah, Kelvin. Online marketeer. Yes, hoe vond je het gaan? Je hebt echt goed gepraat. Jij was echt de sterkste van deze aflevering. Ja, serieus, dankjewel. Maar werk je echt voor Nextfields? Ja, klopt inderdaad. Oké, dus je hebt niet gelogen. Nee, ik heb niet gelogen, man. Goed gedaan, man. Dankjewel. Complimenten, man. Thanks, man. Dit was dan de allereerste aflevering van de serie.
serie matchde. Thanks voor het kijken. Vergeet niet te liken. Vergeet niet te abonneren. En laat in de comments weten wie jij dacht bij welke beroep hoorde. En dan zeg ik tot de volgende aflevering.